Hallo kijkers van TGN Dutch, Pieter hier, oftewel oma op een bakfiets, of eigenlijk ook opa op een bakfiets, want dat is mijn tweede account en daarop doe ik vooral Minecraft. Maar ja, het is voor nu of voor nu is het nog even oma op een bakfiets, omdat ik dat tweede account nog een beetje vanaf de, ja, van de grond moet krijgen. Maar ja, vandaag is mijn eerste aflevering van mijn nieuwe serie op TGN Dutch, oftewel ja, Let's Play Minecraft op de Xbox 360. En ik heb al een tijdje een Let's Play willen doen, alleen ja, mijn PC was te slecht om Minecraft te doen. En ja, nu zie ik Minecraft op de Xbox verschijnen. Ik denk van, nou, hebben, money. Ik koop het en ik ga het spelen. En ja, het kwam goed uit van mijn serie die ik eerst op TGN Dutch had, die jullie waarschijnlijk al weten, oftewel Pro Worden met Pieter. Die, ja, die liep een beetje ten einde. Er waren al een paar episodes, ja, die ik eigenlijk nog moest opnemen, maar die ik gewoon geen onderwerp voor had kunnen verzinnen. Dus ja, dan weet je wel, je moet de serie dan stoppen terwijl hij nog goed is. En ja, een nieuwe serie starten die dan helemaal nieuw is en gewoon vers. En ja, zoals jullie kunnen zien heb ik even dit allemaal ingesteld. Online game, invite only, want ik wil niet dat mensen mij lopen joinen. World name, TGN Dutch heb ik hem even genoemd. En de seed is voor jullie wat interessanter, want ik geloof dat als jullie dit intypen, dat jullie dan op dezelfde wereld uitkomen als ik. Dus dat zou wel leuk zijn, dan kunnen jullie even kijken waar ik precies heen ben gelopen en hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Maar ja, voor nu, laten we nog even, ja, dit gaan spelen en gelijk beginnen. Create new world. Connect extra controllers to your console and press start on them to join a game at any point. Oké, okay. Dit is ook heel leuk, want misschien weten jullie het al, maar je kan dit ook splitscreen spelen. En in plaats van onder elkaar, zoals je het bij Call of Duty hebt, is het nu gewoon naast elkaar. Dus dat is eigenlijk wel iets fijner, vind ik. Tenminste, wat ik er dan van heb gezien. En het is natuurlijk ook heel leuk. Dit spel is dan echt een spelletje wat je moet gaan spelen als je geen internet hebt. En je hebt gewoon een, ja, een vriend thuis, weet je. Of ik bedoel, geen internet, anders kan je dit spel natuurlijk niet downloaden. Maar ja, stel je, je internet ligt eruit en je hebt het spelletje al een keertje gedownload. Of je hebt gewoon geen Xbox Live, dus ja, dan kan je dit ook doen. Dead Mouse likes Minecraft, nou dat is mooi om te weten. Even kijken waar we zijn gespand. Oké, okay, we zijn in een soort van, what the fuck, wat gebeurde daar? Wat zijn dat? Oké, okay, ik wil even weten of dit aan mij lag, maar volgens mij spand ik net zo. Ik loop even rond, ik kijk omheen en ik zie hier ineens allemaal dingen gebeuren. What the fuck. Maar ja, oké, okay, dat zal aan mij hebben gelegen. Volgens mij is het een of andere glitch of zo. Want ik zag ook van die zwarte beesten op de grond liggen. En die, ja, die je denk ik niet tegen wil komen. Maar ja, ik denk dat ik even hier op zoek ga. Ik denk, ik spande daar. Dat ga ik even op een professionele manier markeren. Heel professioneel. Het is hier compleet niet amateuristisch. We zijn hier volledig professioneel. En ik ga namelijk hier ergens en dan zo. Hup. Oké, okay, dan weet ik ook waar ik ben gespand. En dan vergeet ik dat niet meer. En dan, ik denk dat ik mijn huisje... Waar zal ik mijn huis gaan bouwen? Zal ik hem daar gewoon... Yo, kijk, dit ga ik doen. Oké, okay. Oh, verkeerde knop. Je kan namelijk ja, van dat van je perspectief kan je wisselen door op de linker stick. Ik geloof dat het op PlayStation 3 is het ook gewoon een linker stick. Ik weet niet eens of je PlayStation 3 op de... Of je Minecraft op de PlayStation 3 hebt. Zo niet, dan zou dat wel weer een beetje genaaid zijn voor de PS3 mensen. Maar ja, het is allemaal genaaid voor hun. En ik heb er best wel medelijden mee. Maar ja, je doet er af en toe niks aan. Dat soort dingen die gaan in de hogere regionen. Daar gaan miljarden mee gemoeid. Dus daar bemoei ik mij zo weinig mogelijk mee. En voordat ik even een huis ga bouwen, wil ik denk ik eerst even wat bomen vinden. Want ik ben er al... Ik keek al even in de rondte en ik zag hier al geen bomen staan. Dus ik denk dat ik... ah, kijk. Daar zie ik takken. En daar zie ik ook een boom. Dit is wel echt een meestelijke plek voor een boom. Er goed gecamoufleerd. Maar ja, je bent niet... Ook al zijn mijn ogen dan een beetje achteruit gegaan sinds ik ouder ben geworden. Ik ben natuurlijk ook een opa en een oma tegelijkertijd. Ik ben een herma... hoe heet zo'n iets? Hermafrodiet, geloof ik. Zo'n man en een vrouw tegelijkertijd. En ja, daarom... Oh, wat gebeurde hier? Oké, okay, dat ding dat zakte gewoon onder me weg. Oké, okay, dat is prima, daar kan ik mee leven. Zo, dan pak ik die heel even. En dan ga ik hier weer even heen. En als het goed is, moeten we hier zo meteen nog even terugkomen. En dan heeft die boom wat zaadjes gedropt. En dan ga ik daar denk ik even een bos planten. En kijk, daar is alweer het eerste grotje wat we zo meteen gaan verkennen. Maar ik wil eerst even de nacht overleven. Want voor degenen die Minecraft niet kennen, het is zeg maar de bedoeling dat je, ja, je eigenlijk jezelf een beetje inbunkert. Voordat het nacht wordt, want met de nacht komen monstertjes. En met de monstertjes komt een heleboel gezeik. Dat kan ik jullie al wel vertellen voor degenen die geen Minecraft hebben.
Maar ja, ik vind het persoonlijk vind ik Minecraft een heel leuk spel. Ik vind het ook heel vet dat ze dit ook op de mensen, ja, voor de Xbox hebben gedaan. Want er waren een paar mensen. En oké, volgens mij. Wat gebeurt daar? Oké, daar staat een koe. Dat is mooi om te weten. Die kunnen we zo meteen even omver gaan hakken. Want het enige nuttige aan Minecraft is koeien omver hakken. En ik weet sommige mensen zullen zeggen. Oh, nee, die mag ik niet droppen trouwens. Die drop je door op B te drukken, geloof ik. Ja, dat doe je inderdaad. Ik moest even kotsen. X crafting en dan gaan we zo. En dan maken we dit ding. En dan maken we met dit ding. Zetten we eventjes hier neer. En wat ik wil doen is eigenlijk. Ik moet eerst even een wat tools gaan maken. En dan vooral ook zo, zo. En dan daarmee. Oh, kijk, zo. En dan gaan we even een zo'n ding maken. Alleen dan kom ik net eentje. Te weinig, daar heb ik net één houtje te weinig voor. Dus hoe gaan we dat houtje maken? Zo. En dan door hierop te drukken. En dan hier kunnen we, kijk. En dan gaan we hiermee gaan we even wat ijzer hakken. En we moeten ook nog een boom omver gaan hakken. Want we hebben voor een boom hebben namelijk. Je hebt eigenlijk altijd hout nodig. Dat is gewoon een vuistregel. Je hebt altijd hout nodig. En als je dat even niet hebt, dan zit je diep in de shit. Maar ja, je moet gewoon een keertje. Moet je een bos voor je huis gaan planten. Of tenminste, ja, je noemt het wel gewoon een huis. Je moet gewoon een keertje een bos, ja. Voor je huis gaan planten. En wat je met dat bos moet doen, is gewoon omver hakken. En dan met de zaadjes die ze droppen, moet je ja, weer verder gaan. En hebben we, ja, 9 is genoeg, geloof ik, voor een oven. Dus die gaan we ook even hier maken. En dan hup, 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 hup. Snel, je kan niet rennen, want voor degene die Minecraft op de PC kennen, dit is namelijk een soort van ja, oudere versie. Ik denk dat ik het zo het beste kan noemen. Want ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar ze hebben besloten om het een oudere versie te laten zijn. Dus je hebt ook nog geen problemen met eten. Het enige nut van eten is dat je je levens erbij maakt. Maar je kan dus niet doodgaan van de honger of zo. Op zich wel fijn, want daar ging ik meestal dood door eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk wel fijn dat dat weg is. Tenminste voor mij dan. Sommige mensen hadden vast leuk. Sommige mensen hebben, zullen het vast leuk hebben gevonden. Maar ja, ik was er niet zo'n hele grote fan van. Maar ja, wat we moeten doen. Is 2. We moeten, geloof ik, 1 boom omhakken. En kijk, we gaan dus even zo lopen voor de lol. En dan gaan we, denk ik, die boom omhakken. Dat wordt ons volgende doelwit. En wat we met die bomen gaan doen, tenminste wat we met dat hout van de boom gaan doen, is. Want ik zal eerst even uitleggen. Je hebt 2 verschillende soorten hout. Je hebt de rauwe hout. En ik zal hier weer even uitgaan, want dit vinden jullie vast niet leuk om te kijken. Denk ik dan maar zo. Zo. Je hebt 2 soorten hout. Je hebt dit rauwe hout. Dat is eigenlijk gewoon nog ja, hout wat je direct van de bomen afmapt. Want dat doe je hier met je vuist. En dan blijven de bomen mooi zweven. Ze vallen ook niet op me. Dus dat is voor degene die Minecraft niet kennen. Is dit best wel een bijzondere eigenschap. Maar ja. Wat je eigenlijk wil doen is 2 dingen hiervan. Dus ik heb er nu geloof ik 6 van. Want dit is geloof ik de laatste. Zo, inderdaad 6. En wat je eigenlijk. Oh, waar kwamen we vandaan? Ja, we kwamen daar vandaan. Maar ja, wat je hiermee wil doen is dat. Die wil ik dus even in mijn furnace zetten. Oftewel in mijn oventje, noem ik maar even. En kijk, dat schaap, dat moeten we zo meteen ook killen. Maar ik ga eerst nog even. Want dat hebben we trouwens nodig voor een bed. Dus dat is ook heel handig om een bed te hebben. Even kijken, want het wordt al echt avond. En ik ben echt slecht gespannen. Want er was gewoon echt helemaal niks in de buurt. Maar ik denk dat ik het hier even zo ga doen. Zo. En dan. Oh, nee. Oh, wacht. Laat maar zitten. Dat is dirt. En dan doen we dit zo. Zo. En dan. Hier. En dan. Oh. En dan. Oh. Het is wel lastiger navigeren. Dus ik begrijp het op zich ook wel waarom ze het craften op deze manier hebben gedaan. In plaats van de gewone manier dat je zelf ja, het vormpje van het blokje moet maken. Maar ja. Ik ga nu even een houten. Of tenminste een huis van aarde bouwen voor de eerste nacht. Want die eerste nacht die is heel belangrijk dat we die overleven. Anders hebben we echt een probleem. Want dan span je daar weer. En dan ga je echt. Als je één keer dood bent in de nacht. Dan span je tussen alle monsters zonder je zwaard. Die ik ook nog moet maken trouwens. Dus help me daar even aan. help me daar even aan herinneren. Als ik dat vergeet deze episode. Dan kan je het in de comments zetten. En dan doe ik het alvast voor de volgende episode. Maar ja, wat je eigenlijk wil doen. Is dat je moet de eerste nacht gewoon overleven. Want als je één keer dood gaat. Dan ben je echt eeuwig dood. Als je geen ja, reserves hebt aangemaakt. En oh kijk. Inventory 25. Ik denk dat dat genoeg is. Want we gaan even proberen zo. Ik denk dat ik hier een rand ga maken. Zo. En dan zo, en dan zo, 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 zo. Ik denk dat dit wel genoeg is. Dan maken we daar onze deur. En dan doen we dit zo. Even een beetje ruimte nog wel. Bam, bam, bam. En dan kijken hier. En dan hebben we precies genoeg.
Nee, dat klopt niet. We hebben het nog te veel. We hebben te veel. Maar ja, jongens. Vond je deze episode leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog. Voeg hem toe in je favorieten. Want ik weet niet of jullie dat deuntje net konden horen. Maar dat is het deuntje. Dat betekent dat, dat de episode voorbij is. En dat ik helaas moet stoppen. Dus ik hoop jullie bij de volgende episode weer te zien. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven, zoals ik al had gezegd. En voeg hem ook toe aan je favorieten. En vergeet ook niet om mijn eigen kanaal... Hou je smallest cut timer. Vergeet ook niet om mijn eigen kanaal te abonneren. En dan check ik jullie bij de volgende episode, gasten. Later.